Op vrijdag 28 juni 2019 vond de officiële ingebruikname van het Centraal Apotheekmagazijn van de regionale gezondheidsdienst plaats. Dit gebouw is gevestigd te Uitvlug. De leiding van RGD vertelt wat de meerwaarde hiervan is. Laat me alvast dit ervan zeggen. De president wilde heel graag persoonlijk aanwezig zijn. Helaas heeft zijn agenda het niet toegelaten. Dus eigenlijk ben ik namens de president ook hier. En natuurlijk namens mezelf, minister van Volksgezondheid. Het publiek moet gebruik hiervan kunnen maken. Het publiek moet voordeel hier uit kunnen trekken. De regering Bouterse heeft daadkracht en wel ook daadkracht van hun werkarmen. Laat dat gezegd zijn. In elk geval, waar de regering kan ondersteunen, zullen wij dat zeker doen. Het publiek moet als koning behandeld worden, dat zeg ik altijd. Dat is een goede bedrijfsvoering. En met zo'n jonge dynamische directeur hier bij RGD, denk ik dat het goed zal zitten. Ook de apotheker zal daarvoor zorgen. Maar ook het personeel. Van de schoonmaakster tot de hoogste administratieve medewerker, tot de voorzitter van het stichtingsbestuur, de medisch onderdirecteur van RGD. Iedereen hoort erbij. En natuurlijk, als de trekker het goed trekt, zal het goed gaan. RGD, het gaat u goed. Laten de klachten zo min mogelijk zijn. En als er klachten zijn, hebt u altijd een luisterend oor na. De regering Bouterse laat u niet in de steek. Natuurlijk voel ik me een beetje vereerd. En dan ben ik bescheiden wanneer ik zeg een beetje, maar ik voel me vereerd. Kijk, dit soort diensten, maar ook dit soort prachtige gebouwen dragen bij aan een beetje verfraaiing, maar ook een prettig leven. We weten allemaal hoe de medicijnenvoorziening is. Bepaalde momenten dat we naar een apotheek gaan en dan hoor je van we hebben het niet of ze hebben het wel, maar je moet bijbetalen. Toch? Ik denk niet dat RGD, dat van de overheid is, zo'n dienst zal gaan bieden. Dus we juichen het toe. We juichen het toe. Deze locatie is ons Centraal Apotheekmagazijn gehuisvest. En de meerwaarde die het heeft voor de Surinaamse samenleving is dat we hier gewoon eigenlijk meer ruimte hebben om medicijnen op te slaan. Maar niet alleen medicijnen, ook verpakkingsmaterialen, grondstoffen en drukwerken. En ten tweede hebben we ook meer ruimte om onze eigen productiefaciliteit te huisvesten, waarin we uit grondstoffen dus ook geneesmiddelen maken. Ten derde is op deze locatie ook onze hoofdapotheek gevestigd. Dat is RGD Apotheek Uitvlucht. En op deze locatie wordt ook het management van de apotheek gehuisvest. En hierdoor hebben we kortere lijnen en kunnen we eigenlijk de apotheek veel beter aansturen. Waar werden de medicijnen voorheen opgeslagen? We hebben eigenlijk door de jaren heen een beetje gezwerfd door het land. Van oudsher kent men apotheek buiten Gashuis aan de Wanikastraat. En daar was dus, dat was vroeger de hoofdapotheek en daar was ook het magazijn gehuisvest. Daarna zijn we verhuisd naar een dienstwoning in Leiding. Maar in de tussentijd breidde de RGD ook steeds uit. En omdat we niet alleen medicijnen kopen voor de apotheken, maar ook voor de polyklinieken, de spuitjes, de gaasjes, en ook voor de verloskundige units, werden we op een gegeven moment, werd de ruimte gewoon te klein. Toen zijn we verhuisd naar een ruimte bij het BOG. We zijn het BOG daarom ook heel erg dankbaar dat we bijna 6 jaar daar van hun ruimte gebruik hebben mogen maken. En ja, sinds een maand draaien we dus eigenlijk proef in dit grote gebouw. De meerwaarde voor de geheel.
hele Surinaamse bevolking in de kuststrook is dat de RGD nu op een centrale plek heeft waar er, waar er op professionele manier, die voldoet aan internationale standaarden, medicijnen zal kunnen bereiden, medicijnen zal kunnen distribueren en ook medicijnen zal kunnen distribueren in het groot en ook medicijnen zal kunnen verkopen.